Henk en Gerben. Paul, jij hebt hier een huis gekocht in Middelburg. Ja. En ja, waar we werkelijk voor zitten is Henk, die naast je zit. Want Henk Daalhuizen is van de Hypotheek Shop. En jij bent lid geworden van de VOM. Ja. Nou, en wij kennen elkaar toch ook al een jaartje of... 30. Ja, zoiets. Stukjes. En vroeger was jij ook wel betrokken bij de jeugdsoos Hofplein. En noem het maar op. Ja. Ook bij de Nacht van de Nacht in Middelburg ben jij betrokken. Ja. Daar hebben we elkaar ook al eens... Maar in feite gaat het natuurlijk over je bedrijf en de Hypotheek Shop. Kan je daar eens wat over vertellen? Want dat is een bedrijf wat niet alleen in Middelburg zit. Nee, we hebben de Hypotheek Shop ben ik begonnen in 2008 is dat geweest. Ik heb toen de helft van de aandelen van Koos Schreuder overgenomen, is mijn compagnon. En toen hadden we de shop zitten op het Damplein. Heel leuk pand, alleen het pand was vrij oud, vrij gedateerd. En we konden ook niet al onze klanten daarmee kwijt. Daar zaten we toen. Later zijn we verhuisd naar Molenwater. Daar zitten we in één pand samen met Synconia makelaars. En we hebben dat toen langzaam hebben dat uitgebouwd. In Goes, Zierikzee zitten we. In Oudorp. En sinds vorig jaar hebben we ook een vestiging in Roosendaal overgenomen. De Hypotheekshop is een franchise-organisatie. Ik zeg altijd soft franchise. Wij maken gebruik van de naam en van het label. Maar voor de rest zijn wij volledig zelfstandig ondernemer. Dus we kunnen binnen de strenge spelregels van de financiële dienstverlening kunnen we zelf bepalen hoe onze marketing bijvoorbeeld vormgeven en dat soort zaken. Want toen zei je al, ja, maar ik ben geen makelaar natuurlijk, dus huizen kunnen we niet bezichtigen. Maar toen kwam opeens Gerben in beeld. Ja. Maar jij woont sinds september nu hier in de Spanjaardstraat zitten we. Ja, ja, toevallig had ik gisteren met mijn vrouw over. Volgens mij hebben wij precies vandaag een jaar en een dag geleden een bod gedaan op het huis. Dus wij wonen hier sinds september vorig jaar. Ja, en bevalt het? Ja, het bevalt me uitstekend. Ik ben geboren in Middelburg en vanaf mijn tweede hier niet meer gewoond en nu weer terug. Oh, maar, dat is wel een ding. Hoe oud ben je nu, als ik vragen mag? Ik ben 57. Dus dan ben je gewoon 55 jaar weg geweest? Ja, en dan zegt de ambtenaar bij de gemeente Middelburg, superleuk, die zegt tegen mij, terwijl ik daar kom inschrijven, en die kijkt en die zegt, goh, welkom terug. Ja, na 55 jaar. Je hebt veel gedaan in je carrière, maar je bent weer... zelfstandig ondernemer geworden. Hoe lang is dat geleden, een jaar of? Dat was toen 2 jaar geleden, inmiddels 3 jaar. En dat was ook een van de redenen dat het in ieder geval interessant was om de hypotheek rond te krijgen. Ja. Dat blijft in Nederland bijzonder. Hè? Je woont jaren ergens, je bent 20 jaar klant bij een bank. En zolang je keurig maandelijks je hypotheek betaalt, maakt niet uit. Al zou je werkeloos zijn, of maakt niet uit. Totdat je zegt, gooi ik wil een ander huis. Ja, en dan word je gewoon gezien als nieuwe klant. Ja. En dan ben je startend ondernemer. Dus heel kort gezegd kwam het erop neer dat jij nogal je best moest doen om geld los te krijgen. Ja, dat wist ik heel kort door de bocht. Heel duidelijk hoor, maar dat is wel in het proces gebleken. Ja. Ja. En niet dat je er niet goed voor bent, maar het is meer dat ze. Startend ondernemers hebben altijd al moeite om een woning, een hypotheek te krijgen. Ja. En er komen dan een aantal dingen om de hoek en dan blijkt het best lastig. Nou ja, lastig. Voor mijn gevoel, het duurde veel te lang. Ja, maar daar was dan wel, want daar kom jij dus blijkbaar om de hoek. Hè? Want regel even een hypotheek voor me, maar in dit geval kwam het wel op neer van wat zijn nou eigenlijk mijn kansen of kan jij daar wat in betekenen? En dat kon je, toch? Ja, nou ja, wij proberen ons ook te specialiseren in ondernemers. En met name de ondernemers die een privébehoefte hebben, dus die een particuliere hypotheek nodig hebben. Ja, en dat proces is anders dan iemand in loondienst. Ja. Bij ondernemer wordt er ook gekeken wat de betalingscapaciteit is van zijn bedrijf. Is het inkomen wat er uit het bedrijf gehaald wordt, past dat bij het bedrijfsresultaat? Ja. En daarnaast kijkt de gemiddelde geldverstrekker ook naar hoe zit het met de balans en vrij technische zaken waar naar gekeken wordt. Ja. En onze rol is dan om te kijken van, wat zijn de mogelijkheden? En voor de rest moeten we daar kijken welke geldverstrekker past het beste bij de wensen van de klant. Ja, ja. En dat is onze rol in heel dat proces. En het vervelende is dat die processen lang kunnen duren. Er worden vaak vragen gesteld over de jaarrekening, over de aangifte van de inkomstenbelasting. Dus de eerste huwelijken, tweede huwelijken. Ja, ja, dat soort dingen. Ja. Dus daar zitten best wel veel aspecten in die je bij iemand die in loondienst werkt niet tegenkomt. Ja, ja. En dat kan onrust veroorzaken. Ja. Ja, en het was zeker in eerste instantie niet hoor. En het is ook achteraf helemaal geen probleem allemaal geweest. Alleen, ik heb ooit 20 jaar geleden een huis gekocht. En als ik toen dacht, toen was ik ook ondernemer. En als ik toen zag hoe dat ging en hoe dat nu gaat, ja, dat is echt dag en nacht verschil.
En we hadden ons andere huis al verkocht. Dat heeft wel geholpen het hele tijd. Ja, 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 voor degene die het huis aan ons verkochten. Die dachten van, nou oké, dan is dat dan in ieder geval safe. Ja. Dus, maar ja, goed, daar ga je het proces in. En ja, daar hebben Henk en ik elkaar redelijk leren kennen. Ik ben wel langere tijd betrokken bij die stad. Ja, ja. Ik woon hier, ik ben graag in de stad. Ja, maar wat is bijvoorbeeld nou je rol bij de Nacht van de Nacht? Ben je daar de voorzitter van? Of ben je daar nee, ik ben geen voorzitter van. Ik zit in het bestuur van de Nacht. Ja. Van de Nacht. Dat doe ik samen met een aantal andere collega's. En het mooie daarvan is dat je de stad dan in allerlei facetten leert kennen. De ondernemers, de restauranthouders, de café-eigenaren. Maar ook wat er allemaal mogelijk is qua cultuur hier in Middelburg. Want, of je gaat soms, s'avonds vind ik niet zoveel. Nee. Nu ook, nu zegt het bar, is het plakkerig. Ja. Daar heb ik ook geen zin in. Dus, en Evelien is nu aan het werk? Ja, die werkt er 5 uur. Ja. En die, we zaten toevallig gisteren in mijn buurt. Die hebben een heilige nieuwe keuken. Dat is een huis. Door die openslaande deur is het net zo'n onderdeel van je. Ja, je loopt er zo in. Dat is van 1953. 1953. En ja, we hebben hier af en toe van die mensen die staan dan wat te vertellen over, over Middelburg. En ja, toen luister ik mee. En, het schijnt het laatste huis te zijn van de wederom. Nou, dat gaan we dan toch wel. En het is ooit ook nog een meisjesschool geweest. Dat wist ik dus ook al niet. Daar zie je ook niet veel meer van. Nee. En wat ik wel heel opmerkelijk vind is dat je... Mag ik gewoon filmen in je huis? Geen. Maar dat je keuken een stuk lager ligt dan... Dat zie je ook niet zo vaak, toch? Nee. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, dat is super gelukt. Keuken is gebouwd door Danny en Danny. Danny en Danny? Smit. Oh, ja, ja. Ja, ja, dat ben ik tijdje terug geweest. Ja, weet ik. Maar die hebben... Nee, dit was al. Alleen, ja, hoe krijg je het dan? En hier stond een soort muur toen ik het kocht. Zo hoog. Een soort afscheiding die hier gezien wordt. Maar ja, die hebben we een dag nadat ik het gekocht had uitgesloopt. Ja. Maar vroeger met de shop, toen keken wij uit op die Lange Jan. Ja. Toen zaten we, dat was ook wel. Ja, met zich. Wanneer was het? Eind jaren 70, begin jaren 80? Ja, dat is raar, omdat er nu natuurlijk zoveel bebouwing is dat je het... We kennen het niet meer terug. Ja, en het hele gek is... Wij woonden in Leeuwendorp, buitenaf. En ik woon nu in de binnenstad en ik woon Schillen. Oh ja? Ja, dat zei je ja. Ja, dat is echt zo gek. Ik had gedacht, joh, dat is een rumoerige, de stilte van de binnenstad. Ja, maar je hoort ook echt de vogeltjes fluiten. Ja, ja. Het is heerlijk. Natuurlijk.